Groenhouten van Buurtschap Stuk. En u zult het wel begrijpen dat docenten van scholen in de buurt van Zundert zich altijd afvragen: hoe is het mogelijk dat de jongens en meisjes die uit Zundert komen zoveel van techniek weten? Nou, dat hebben ze hier met de paplepel ingegoten. Dit is weer een staaltje van geweldige techniek, gecombineerd met creativiteit, samenwerking en onze Darian. Een spannend moment voor buurtschap Laar-Akkerbomen. De winnaar van het Corso 2010. Dezelfde ontwerpers, heel veel dezelfde bouwers, dezelfde tikkers. Buurtschap Laar-Akkerbomen met het ontwerp van 2010. Op vele dorps en stadspleinen komen ze tegen. De kolossale ruiterbeelden. Ontschuldige dentekens van belangrijke personen of economische figuren. Van oudsher in onze steden en dorpen. Mooi en sierlijk. Maar vandaag de dag worden ze schaamteloos van tijd tot tijd besmeurd met felgele fluoriserende verf. Je kunt je afvragen wat de onbekende bekladders daarmee bedoelen. Is het botweg, agressie of verbeelden ze de kracht en de snelheid van de gele verf? Is het onmacht, is het woede of frustratie? Bedenkt u het zelf, maar kijkt u vooral naar het besmeurde standbeeld van buurtschap Laar-Akkermolen, een ontwerp van Stefan van Steen en Stefan van Erk. Laar-Akkermolen met besmeurd